Het is hier mooi. Waar staan we, Yvonne? We staan in het hartje van Gooringerijp. Het bonkend hart van Gooringerijp in Friesland? Ja, het bruisende centrum. Je woont hier heel rustig. Hoe lekker is het voor een schaatser om rustig te wonen? Tenminste voor mij. Ik vind het heel fijn om tot rust te komen, zeg maar, hier. Die arbeid die pakken we wel tijdens de training. Hè? En dan is het fijn om thuis rust te hebben, ja. Als ik de afgelopen jaren dacht aan Yvonne Nauta, dan dacht ik, waar is ze nou? Sako Pane, wereldkampioen junioren, 3 kilometer. En daarna, wat is er allemaal gebeurd? Het was moeilijk. Inderdaad. Dat was in 2009. En we zijn nu in 2014. Maar er zijn 3 jaar een beetje van wisselvallige prestaties zijn ertussen gekomen. Eigenlijk niet het niveau heb ik kunnen laten zien wat ik dus blijkbaar wel heb ergens. Nu zijn het jaar van de Spelen en heb ik toch wel een behoorlijk niveau op de valreep. Ja, dan kom je bij Liga, Marjan Timmer vraagt je erbij. Dan denk ik ook nog steeds, wat moet dat worden? Maar langzaamaan begon er wat te groeien, hè? Ja, vorig seizoen had ik ook wel een beetje de stijgende lijn. Maar die kwam iets te laat, had ik iets te laat ingezet. En nu, dit seizoen, zomer ook hartstikke goed getraind, stabiel getraind. Geen blessures, geen ziekte, geen. Gianni erbij als assistentcoach, ja. Heb jij in die moeilijke jaren moeite gehad om de moed erin te houden? Ja, zeker. Ja, want als je er keihard voor werkt en je wordt dan elke keer. Dan heb je weer een beetje hoop gekregen dat je nu eindelijk die goede lijn te pakken hebt. En dan. Val je weer terug eigenlijk. Dus dat helpt niet voor je mentale gesteldheid. Wat hielp jou dan wel op de been? Ik heb een intense drive om toch te laten zien, zeg maar, wat ik in me heb. En ik had het gevoel dat er tot nog toe nooit was uitgekomen. Dus ja, en ik vind schaatsen natuurlijk het leukste wat er is. Dus. Ik heb al eens begrepen dat jij ook wel een beetje gemerkt toen je ook in je junioriteit dat je een verlegen meisje was. Toen je klein was helemaal, heb ik uit betrouwbare bron. En het is een beetje aan het wegvallen. Hè? Je wordt wat mondiger. Ja, dat moet ook wel. Nee, maar ik groei als persoon. En dat helpt ook mijn schaatsen. En andersom werkt het ook bevorderend, denk ik wel.